Laten we, voordat we het over de wedstrijd van de aanstaande vrijdag hebben, eerst nog eventjes over jouw selectie bij Jong Oranje. Hoe verrassend was dat voor jezelf, dat je geselecteerd bent? Ja, dit is maar mijn tweede keer. Maar het blijft altijd heel verrassend dat je wordt geselecteerd. Maar dit is de voorlopige selectie, dus kan er van alles gebeuren of je erbij zit of niet bij zit. Ja, je zegt al zelf, het is de tweede keer. Vorig jaar zag je er ook, bij mij heb je het uiteindelijk niet gehaald. Hoe hoop je dat op deze keer wel te bewerkstelligen? Ik heb nu volgens mij twee wedstrijden nog voordat echt voor de selectie bekend wordt gemaakt. Dus ja, elke wedstrijd gewoon alles geven zoals altijd en je gewoon laten zien. Dus aankomende wedstrijden met Sparta, hebben voor jou een extra belang om extra goed je best te doen? Ja, dat doe je sowieso altijd al, dus heeft niks met Jong Oranje te maken. Dus zoals altijd gewoon spelen. En hoe belangrijk is het voor jezelf om bij dat Jong Oranje te zitten? Voor jezelf is het sowieso heel mooi, omdat het is een niveautje hoger. En je kan voor jezelf een beetje inschatten of je met dat niveau mee kan. Dus voor jezelf is het heel mooi. En als je even die inschatting voor jezelf maakt, vorige keer heb je het niet gehaald. Kwam dat doordat je toch dat niveau niet aankon? Of zeg je van, ik kan gewoon prima meekomen? Dat weet ik niet. Ik heb het niet gehoord wat de reden was dat ik er niet bij zat. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat ik wel met het niveau mee kan. Dus ik hoop dat ik erbij zit, ja. En je zegt ook dat ik erbij zit. Heb je nog een speciale manier om dat te doen, om je in de kijker te voetballen? Nee, ja. Het is gewoon elke wedstrijd je best doen, alles geven. En misschien een goaltje meepakken dat je nog iets extra's opvalt. Maar voor de rest gewoon zoals altijd. Aanstaande vrijdag spelen jullie met Sparta, met je eigen club, tegen Willem II. Wat kan jij over die club vertellen? Ik vind het een goede ploeg en ze hebben best wel veel aankopen gedaan. Laatst nog twee, dus het is altijd moeilijk. Hun zijn ook, laten we zeggen, titelkandidaat, dus wordt een moeilijke pot. Voorafgaand aan de training hebben jullie een bespreking gehad. Daar zal het ongetwijfeld over Willem II zijn gegaan. Wat is daar precies besproken? We hebben voor de training was het meer over gewoon de standaard situatie, maar niet over hoe ze spelen en zo. Dat hadden we niet. Hadden we eergisteren al gehad. Dus. Zijn er toen nog specifieke dingen verteld? Nee, niet echt. Zoals altijd gewoon. Ja, gewoon we weten nu hoe ze spelen en wat ze willen. Dus we gaan van onze eigen kracht uit. Dus, ja. En hoe willen jullie dat gaan aanpakken? Zoals we altijd spelen. Gewoon begin vol druk geven. Alles geven en onze kans afmaken. Dat is het belangrijkste. Ja, als je even naar jezelf kijkt, hoe tevreden ben je over je huidige vorm, Pel? Ik ben zelf wel heel tevreden, omdat ik had niet verwacht dat ik nu al in de basis zou starten. Mijn doel was wel dat ik zeg maar, dit seizoen zou doorbreken en dan zou gaan spelen, maar het is sneller dan verwacht. Ja, dan toch nog in de tweede wedstrijd het veld moeten verlaten met een blessure. Heb je daar nu nog last van? Nee. Ja, vorige week was ik ook al fit, hadden we ook al een wedstrijd gehad. Dus, ik voel niks meer. Ik kan alles doen, dus dat is wel lekker. Ben je geschrokken van die toch lichte blessure dan? Het was wel. Het was zomaar, kwam het ineens erin. Het was volgens mij, we hadden zaterdag een wedstrijd en donderdag schoot het ineens in. Dus het was eventjes kijken hoe lang ik eruit was, maar gelukkig viel het mee. Je zegt dat je toch al verrast bent dat je nu al zo lekker kan meevoetballen. Wat had je eigenlijk voor planning in gedachten gehad voor het seizoen? Ja, je gaat gewoon, je hoopt voor jezelf dat je gelijk start, dat natuurlijk. Maar ik had gewoon voor mijn doel had ik ingezet van dat ik voor de winterstop wel baas zou staan. Dus. Maar dat is nu al gebeurd, dus dat is mooi meegenomen. Want hoe voel jij je in het veld bij Sparta? Ja, gewoon lekker. Ja. Ik vond de laatste wedstrijd vond ik dat we echt speelden zoals we hoorden te spelen. En gaat lekker. Dus je hoopt gewoon, je hebt tot nu toe in iedere wedstrijd punten gepakt. Jij zegt, is dat een uitwerking van dat lekkere gevoel wat misschien bij iedereen in de ploeg merkbaar is? Ja, ik denk het wel, omdat je ook, je hebt de laatste wedstrijd gewonnen. Dus we spelen steeds beter. Dus dat gevoel is wel goed bij ons. Is Willem II de lastigste ploeg die jullie tot nu toe zijn tegengekomen? Ik denk VVV dat het ook wel een lastige ploeg is. Dus
ja, je ziet het morgen pas of ze echt ja, veel beter zijn dan VVV of misschien niet eens. Dus. En wanneer is jouw wedstrijd morgen geslaagd? Ja, als we winnen, dat is het belangrijkste. Dan hoef ik zelf niet goed te spelen, maar als we maar winnen. Zo. Teambelang boven alles? Ja, ja, vind ik wel. Dat hoort erbij. Ja. Ja. En gaan we jou dus het 6 september terugzien in de selectie van Jong Oranje? Ja, het ligt niet aan mij. Ik hoop het wel. Ik hoop dat hij voor mij kiest. Dus, maar ja, ik zal er in ieder geval alles voor doen. Dus.